We zijn hier in Schriek. En het is om Leuzenhoek Keerbergen, of de trainer van Leuzenhoek Keerbergen, te interviewen. Hoe komen jullie eigenlijk in Schriek terecht? Ja, door omstandigheden eigenlijk met ons veld eigenlijk, was nog niet klaar. En dan ons buren van Schriek hebben wij ons heel welkom geheten voor hier even de voorbereiding aan te vatten. Waar we uiteraard heel dankbaar voor zijn. 1, voor ons veld te kunnen sparen. 2, ook goede velden waar we kunnen op trainen. Dat is ook de reden waar ook, want uiteindelijk is het maar 2 kilometer verder en dat is de reden waarom we hier zijn. Ja, Kevin, je hebt vorig jaar in januari overgenomen bij Leuzenhoek. Het zag er toen niet zo goed uit voor de ploeg, maar je bent er toch in geslaagd om ze in derde te houden. Ja, ik denk dat dat de verdienste van de spelersgroep is. Ik heb daar ook een aandeel in, maar vooral de spelers hebben een heel groot aandeel in. Ik heb zelf zo'n groep weten aan één tangen en uiteindelijk door de groepsmentaliteit en uiteindelijk ook de kwaliteit was er eigenlijk denk ik wel genoeg. We hebben heel veel pech gehad in het jaar, ook heel veel bestuurders. Maar door vooral de groepsmentaliteit zijn we toch het beoogde resultaat kunnen behalen. En uiteindelijk hebben we dat als club gedaan, met bestuur, hele club. En ik zeg het, ik schrijf mijn eigen dag heel graag in weg. We moeten het eigenlijk als groep doen en dat is toch altijd het belangrijkste, vind ik. Ja, nu richting volgend seizoen. Wat mogen we verwachten van Leuzenhoek? Ja, ik ben denk ik ook wel een veel eisende trainer. En ik denk dat de jongens dat ondertussen wel weten. Dat we ook heel veel trainen in de voorbereiding. Dat dat ook nodig is. Zowel in vierde provinciale als derde provinciale als eerste nationale. Je hebt een goede voorbereiding nodig. En de speler moet voorbereid zijn. En daarmee wil ik de baas leggen. Ook dat we ook niet meer in hetzelfde schuitje zitten dan vorig jaar. Ik wil met kerstmis hier nog staan eigenlijk met me spreken. Niet zoals mijn voorganger zal ik zeggen. En dat we genoeg punten, een goede baas hebben om verder te werken. Ja, wie is er eigenlijk vertrokken in vergelijking met vorig jaar? En wie hebben jullie terug mogen verwelkomen? Of ja, welke nieuwkomers zijn er? Ik denk dat we 6 nieuwkomers hebben. Maar ik denk dat de groep gewoon samengebleven is. Die jongens die er zijn. Maar de kern was gewoon iets te smal. En dan natuurlijk blessures die erbij komen. Ja, dan gaat er rap naar 12, 13 dat we... beroep moeten doen op onze belofte. Natuurlijk, dat is een goede meevaller geweest. Die hebben allemaal hun best gedaan. Maar nee, dat was ook de eerste zaak dat ik ook zei. Onze kern is veel te smal. We moeten gewoon aan een veel bredere kern gaan. Dat we ook blessures kunnen opvangen. Want in voetbal hoort dat er gewoon bij. Ja. Welk spelsysteem hanteert coach Kevin? Ja, ik sta vooral, denk ik, ik ben ook zelf zo wat middenvelder aanvaller geweest. Ik sta ook voor zorgvoetbal, aanvalvoetbal, verticaal voetbal. Niet te veel breien. Ik ben ook een aanvallende speler geweest. Maar natuurlijk ook, alles hangt af van het resultaat. Als er moet gebikkeld worden, zal er gebikkeld moeten worden. Ik ben ook liever dat ik met 7 passen en dan een goal uitkomt. Maar ja, we hebben een heel klein veld. Dat is niet altijd gemakkelijk voor daar te voetballen. Iedereen zit er kort op, zowel in balverlies als balbezit. Maar ik zeg het, hoe mooier, hoe liever. Voor mij is het ook het eerste voordeel. Allee, ja, het is dat ik ook natuurlijk altijd wil. Hè. Ja, ik heb net vernomen dat jij ook uit het zaalvoetbal komt. Is dat iets... wat je meebrengt of ja, wat je terug gaat zien in het spel van Leuzenhoek? Ja, misschien wel. Je weet, in zaal is heel veel techniek. Ook maar natuurlijk. Ik ben 20 jaar in zaal actief geweest in Eerste Nationale. Dus uiteindelijk is dat wel ingebracht, het technisch gaf. Maar uiteindelijk, de laatste jaren heb je ook zien evolueren. Ook heel veel loopvermogen. Je kwam ook al niet meer met techniek. En zowel is dat veld ook. Je moet ze goed kunnen shotten. Als je fysiek niet in orde hebt, geen fysieke baas hebt, ja, dan... dan gaat het ook niet meer, denk ik. Ook al een derde provinciale, zo simpel is het. Ja, komend seizoen van welke spelers, want iedere ploeg heeft dragende spelers. Welke spelers moeten hier Leuzenhoek, moeten de ploeg meetrekken? Ja, ik denk dat we vooral ook, ik ga ook geen namen noemen. Ik denk dat misschien anderen gaan misschien wat tekort doen of die. Ik ben ook een trainer in het collectief. Ik zeg het, ik ga ook niet mee. Elf gaat ook niet het seizoen volmaken. We hebben een kern van 23. Ik zal ze alle 23 nodig hebben. En daar ga ik ook op die spelers die eraf vallen, gaan eraf vallen. Zo logisch, dat is. Ik ga keuze moeten maken, maar ik wil iedereen ik ga iedereen nodig hebben. En zowel natuurlijk, in het begin van het seizoen gaat er meer teleurgestelden zijn. Maar ja, dat hoort er gewoon bij natuurlijk. Hè. Ja, jullie komen uit in de Leuvense reeks van de derde provinciale. Wat verwachten jullie daar komend seizoen? Of welke ploegen verwacht je bovenaan? Ja, ik denk dat toch wel, denk ik, hoor veel van Sterrebeek, Sparta Haagd, Bordmeerbeek. Ik denk dat dat wel de kanshebbers zijn voor de titel. Natuurlijk. En we hebben derbies, maar ik zeg, een derby is altijd 50. Maar ik ben ook een trainer. We gaan voltrainen van niemand, niet bang hebben. We gaan van onze eigen kwaliteiten uitgaan. En dan zullen we zien waar het schip strandt. Dus de topploegen pijn doen? Zeker, zeker, zeker. En, misschien meer dan dat eigenlijk. We hebben kwaliteit. Ik geloof in deze groep. Er is kwaliteit aanwezig. Spelers moeten er ook zelf in geloven. Mee in het verhaal gaan. En dan zie je dat wel tot een goed einde komen.
Dus Leuzenhoek zou wel eens de verrassing kunnen worden volgend jaar in de reeks. Ja, ik zeg het, verrassing. Ja, wat is verrassing? Ik zeg het, als wij rond de vijfde plaats kunnen spelen, ik zeg het, dan zijn we dan iedereen tevreden. Wij moeten geen kampioen spelen. Maar ik zeg het, wat we vorig jaar hebben meegemaakt, dat mogen we niet meemaken. En dan mogen we in het achterhoofd dat we zien van waar we komen vorig jaar. Dat we nu drie stappen vooruit zetten en niet terug dezelfde stappen, fouten zetten, stappen zetten dan... Dat we daar een kerstmis terugstaan. Dat is de bedoeling niet. Ja, dus de trainer is blij als er beter gedaan wordt als vorig seizoen. Is het seizoen geslaagd voor Leuzenhoek? Of heb je nog iets meer ambitie? Ja, ik heb wel iets meer ambitie. Ik wil niet zeggen, ik zie vorig jaar we derde laatste eindronde. Nee, ik heb wel iets meer ambitie. Ik ben naar de vijfde plaats. Ik zeg het, met wat geluk kunnen we vierde eindigen. Maar misschien wel minder geluk gaan we misschien zes of zevende kunnen eindigen. Maar we moeten ons vooral richten, toch rond die vijfde plaats proberen te ambiëren. En dat moet lukken met deze groep. Ik ga er ook alles aan doen. Ik zeg het, de jongens moeten er ook mee geloven. En dan gaat dat wel tot een goed einde komen. Dan wensen wij jullie veel succes komend seizoen. Dank je wel.